Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Easy Dutch. Het kanaal waarop je Nederlands kunt leren van korte straatinterviews. Mijn naam is Jeroen en vandaag zijn we in Den Bosch, of voor de welbespraakte onder ons, 's-Hertogenbosch. En we gaan aan de mensen hier vragen wat hun favoriete vak op school is of was. Laten we beginnen. Wat was je favoriete schoolvak? Filosofie was mijn favoriete schoolvak. Filosofie, en waarom filosofie? Ik denk dat het met name te maken had met de enthousiaste docent. Maar ook wel vanwege de breedte van het vak. Dat je op verschillende manieren kritisch over van alles laat nadenken in je eigen leven en ook van wat er in de maatschappij speelt. Mijn favoriete schoolvak is maatschappijleer. Maatschappijleer vond ik altijd leuk omdat je goed kon discussiëren met elkaar. Hè, van waarom vind jij dit en waarom vind jij dat? En je leert heel veel over cultuur en hoe ons land in elkaar steekt. En ook een stukje over de politiek. Dus allemaal belangrijke dingen volgens mij. Vond ik leuk. Ja. Frans. En waar kwam dat door? Door de leraar. Ja, het goed uitleggen. Niet erg vinden als je nog eens een keer wat vroeg. En hij maakte de les gewoon heel erg aangenaam. Natuurkunde. Ja, en waarom natuurkunde? Scheikunde. Nou ja, ik vind het wetenschappelijke en het concrete vind ik heel interessant. Alles rondom computers. Altijd leuk om de lerares bang te maken met zwarte schermen en gekke lettertjes erop. Daar was je ook wel behendigd in. Ja, viel mee. Zij dacht dat ik er beter in was dan ik eigenlijk was, maar ja, was leuk. Gym, maar ook biologie. Maar ook biologie. Ja. Kun je uitleggen waarom? Ik was heel goed in biologie. En ja, het was exacter dan talen, zeg maar. Dus dat vond ik wel leuk. Gewoon interessant ook. En gym, ik hou gewoon van sporten en bewegen. En ik vind het leuk om verschillende sporten te doen. Dus dat ging altijd gewoon vrij gemakkelijk en vond het heel leuk. Tekenen. En waarom tekenen? Vond ik gewoon altijd heel leuk om te doen. Gewoon lekker dingen uit mijn fantasie, dingetjes tekenen of dingen natekenen. Vond ik altijd wel heel erg leuk. Mijn favoriete schoolvak was wiskunde. Wiskunde, en waarom wiskunde? Nou, daar was ik gewoon heel erg goed in. Ik was de beste van de klas in de lagere school. En ja, dat is daarna gewoon doorgegaan eigenlijk in middelbare school. Economie. Enerzijds het boekhouden en anderzijds eigenlijk hoe zeg maar een economie werkt. Vraag en aanbod, marktwerking en heel die theorie daarachter vond ik heel erg leuk. Mijn favoriete schoolvak, dat was toch echt op de middelbare school scheikunde. En waarom scheikunde? Omdat het van alles en nog wat is. Je kan er lekker mee experimenteren. Allerlei stofjes komen zeg maar aan de pas. En ja, ik vond het gewoon hartstikke leuk altijd. Taal, Nederlands, ja. En waar kwam dat door? Literatuur, boeken lezen en gewoon denk een natuurlijke affiniteit met taal. Dat ik het makkelijk kon opnemen en interesse voor had. Gymnastiek. Ik hou ook van sporten, dus dat geldt voor mij hetzelfde. En mijn tweede vak was Nederlands. Ik vond Nederlands wel leuk. Ik hou ook heel erg van lezen en van taal. Dus ik vond Nederlands ook heel leuk. Niet de spellingen en zo, hè, maar wel... Maar met name het enthousiasme van de docent. Die dat op een hele levendige manier wist te brengen met voorbeelden die ook allemaal heel toegankelijk waren voor iedereen in de klas. Oh, leuk. En wat dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld hoe complex het kan zijn als je nadenkt over of iets de juiste beslissing is of niet. Dat het niet altijd ja of nee heel duidelijk is bijvoorbeeld. Als het gaat om zoiets als abortus bijvoorbeeld, wist hij dan wel heel duidelijk voorbeelden te geven. Ja, is dat juist voor iemand om te doen of niet? En om wat voor reden dan ook. Het leert denk ik vooral om... Nou, je proberen in zoveel mogelijk standpunten te verplaatsen. En lag het misschien ook aan de docent? Dat hij ja, leuk was? Zeker. Ja, als iemand leuk kan vertellen, dan maakt het vak natuurlijk wel leuker dan wanneer je een heel saaie leraar hebt. Hè? Zeker als het ook een beetje een vlotte leraar is, een beetje hip is. Dat werkt wel mee, zeker. Ja. Nou, ik kan me nog wel herinneren, docent scheikunde, die heeft altijd wel indruk gemaakt, ja. Hij zorgde ervoor dat je heel nieuwsgierig werd en dat je gewoon meer wilde weten. En eigenlijk precies wilde weten hoe dat het in elkaar zat en wat gewoon de dieperliggende redenen en oorzaken waren waarom iets is zoals het is. En dat vond ik altijd, heeft mij altijd getriggerd. Soms wel, soms niet.
nee, maakte eigenlijk niet echt, maakte niet echt uit. Het ging jou echt om het tekenen zelf? Ja, zeker. Ja, ja. Maar ook wel, echt wel vooral het natekenen. Ja, dat vond ik wel echt heel leuk. Ja, docent was een ondernemer die ook een eigen bedrijf had en een soort van part-time les gaf. Dus hij maakte het heel erg levendig, ja. Dus die kon lekker uit eigen ervaring vertellen? Zeker, ja. De docent die doet er natuurlijk ook toe. Ja, het was altijd een hele vriendelijke docente. En wat haar zo goed maakte is dat ze heel goed kon inspelen op onze interesses. Ook qua ja, jongeren. En ze was heel erg toegankelijk, heel erg open. Je mocht altijd gewoon vragen stellen. En heel erg enthousiast ook over haar vak. Dus ja, dat draagt er heel goed aan bij. Ja. Niet altijd. Nee, het was meer het vak zelf. Er waren wel vakken die ik minder leuk vond. Waar je dan wel een leuke docent had, waardoor je iets meer gemotiveerd was. Mijn lievelingsvakken waren Frans en geschiedenis. Maar we zijn er natuurlijk voor Nederlands vandaag. En wil jij nou beter worden in Nederlands, dan kun je lid worden van Easy Dutch. Als je dat doet, dan krijg je toegang tot extra oefenbladen. Je kunt alle transcripten inzien van onze video's. Je kunt extra audio en visueel materiaal bekijken. En je kunt lid worden van onze chatgroep, waarop je altijd met ons in het Nederlands kunt communiceren. Lijkt dit je wat? Dan staan de links in de beschrijving van de video. Wat bent u na uw middelbare school gaan doen, als ik vragen mag? Toen ben ik gaan werken. Nou, ik heb kantoorwerkzaamheden gedaan. Daarna ben ik schoonheidsspecialist zelf geweest. En daarna weer in een winkel gewerkt. Tot een aantal jaren terug met pensioen. En heeft u daar Frans bij nodig gehad? Helemaal niet. Maar het blijft altijd toch nog in je hoofd zitten. Ik heb filosofie ook gestudeerd. Dus door die studie heb ik ook gewoon heel veel moeten leren oefenen met schrijven. En dat heb ik dan in het werk ook meegenomen. Wat ik nu doe is onder andere content schrijven voor verschillende partijen. En die open blik helpt me dan wel om heel snel me in een onderwerp te verdiepen. Of om te kunnen schakelen als ik iets zelf niet helemaal begrijp. Dan toch proberen me in de schoenen van iemand anders te verplaatsen. Nou, ik werk nu bij de gemeente. Dus in die zin is dat wel... Ik had er interesse voor. En, het is niet zo dat ik echt het politieke deel doe. Maar natuurlijk wel gewoon een stukje van hoe zit het bestuur in elkaar. Hè? Hoe werkt de gemeente? En een stukje dienstverlening. En de regeltjes en wetten. En, daar ben ik wel mee bezig. Ja. Nou, de interesse is er nog steeds. Gewoon wetenschappelijke artikelen... Gewoon proberen te begrijpen en te doorgronden hoe dat dingen werken en waarom dat ze zo werken. Ik ben inmiddels gepensioneerd, maar ik heb de laatste 10 jaar wel lesgegeven. Dus in die zin, ook daar kwam natuurlijk een stukje interesse uit voort. Oké, leuk. En wat ben je na de middelbare school gaan doen? Jaartje hier op de Avans Hogeschool wat geprobeerd, toen gestopt en daarna gaan ondernemen. Dus nu al 7 jaar voor mezelf bezig. Waar onderneem je in? Computerdingen. Ik ben begonnen met printers aansluiten en mensen aansluiten op de iCloud. Toen websites gaan maken, toen webshops. Toen een webshop systeem gebouwd en dat verhuur ik. En ik help bedrijven eigenlijk gewoon waar ze een beetje vastlopen. Nou, mijn vriendin is over een half jaar klaar met studeren. En ik kan mijn werk overal doen, dus we gaan gewoon lekker de hort op. Als het hier koud wordt, gaan wij naar Colombia. Lekker werken met een kokosnoot in de hand, is het idee. En zijn jullie nu bezig met iets wat je uit biologie, gym, Nederlands hebt geleerd? Nee. Nee. Ik ben applicatiebeheerder. Kun je uitleggen wat dat is? Bedrijven hebben een hoop applicaties in huis om bijvoorbeeld de uren van mensen goed te kunnen registreren. Er zijn heel veel gebruikers van het pakket. En ik moet zorgen dat zij goed kunnen werken. Als er problemen zijn, moet ik ze oplossen. Heeft dat iets met tekenen te maken? Nee, helemaal niks. Nee, dat was echt gewoon puur voor mijn hobby. Nee, ik heb verder niet iets daarvan mijn vak gemaakt of zo. Nee. Want wat doe je nu? Ik werk op een kinderdagverblijf. Dus ja, je bent wel nog een beetje creatief bezig. Dus ja, op zich. Ik heb niet echt iets in de tekenen gekozen of zo. Nee. Op een bepaald moment ben ik naar Zuid-Afrika gegaan en dan ben ik daar les gaan geven in computer science.
computerwetenschap en ook programmeren. Dat had ik nooit gestudeerd, maar ja, als je goed bent in wiskunde en je denkt logisch, dan komt er dat allemaal vanzelf uit. Dat is echt een beta-man. Zou je wel kunnen zeggen, ja. Ja. Ik heb nu mijn eigen bedrijf, consultancybureau. Dus het is zeker van toepassing geweest. Ja. Okay, leuk. Heb je daar een opleiding voor gevolgd? Ja, international business en daarna organisatiewetenschappen. Ja, dus ik ben er altijd wel op doorgegaan. Ja. Dat helaas niet. Nee, nadat ik de middelbare school gedaan heb, ben ik de PABO gaan doen. Dus ik ben wel binnen het onderwijs gebleven. Heb ik ook een periode lesgegeven. Daarna ben ik toch weer gaan doorstuderen. Heb ik een master gedaan richting pedagogiek. Dus richting opvoeding. Wel een beetje hetzelfde spoor, denk ik. Ja, precies. Een beetje hetzelfde spoor. Ja. En uiteindelijk ben ik gaan werken. En ik werk nu als adviseur. En wat voor adviseur? Ik geef advies over inclusief onderwijs. Ja, ik werk voor de NS op de trein naar Duitsland. En ik moest mijn Duits weer ophalen. Dus we hadden 10 dagen cursus. En toen viel het me op hoe snel dat weer terugkwam, het Duits. Ja, ik lees nog steeds veel, maar... Vind ik al iets. En ik heb overwogen om bibliothecaresse te worden, maar dat heb ik toch niet gedaan. Nee, ik ben begeleider in psychiatrie geworden uiteindelijk. En dat is ook een goede keuze geweest, ja. Maar ik heb ook veel talen geleerd door omstandigheden. Ik heb in Cameroen gezeten voor een aantal jaren, in Burkina Faso. Toen ben ik ontwikkelingswerk gaan doen. Maar ik help jongeren aan een baan. Waar ik zit is 90% van de jongeren zonder baan. En dat is heel ernstig. In Zuid-Afrika? Ja, ik zit echt in de binnenlanden, hè. Zo, dan komt ook deze video weer tot een einde. Superleuk dat je keek. Hopelijk vond je het net als ik leuk om een verscheidenheid aan schoolvakken te horen, de verhalen daarachter. En mooi om te zien dat sommige mensen nog steeds bezig waren in het vak dat zij op de middelbare school zo interessant vonden. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Laat een like achter. En we zouden het ook heel interessant vinden om van jou te horen wat jouw favoriete schoolvak was op de middelbare school. Of misschien zit je nog wel op school. Tot de volgende keer.